Yo, op kijkers van mijn kanaal, oftewel de Rotjoch. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. En we spelen weer Map van een Kijker. Ik weet het, het is zaterdag, de dag dat dit geüpload is. En normaal doe ik het op zondag, maar op zondag, dus morgen, komt er natuurlijk een video uit met mijn nieuwe schema. Wat ik ga doen en ga vasthouden in februari natuurlijk. En dat ik weer keihard ga werken aan YouTube en weer keihard ga knallen. Want de laatste week, twee weken waren we een beetje in de war en verwarring. Dat alles niet meer helemaal lekker doorging en lekker doorliep. Omdat ik het heel druk had met en Mindtopia. Toen ik nog staf was, ben ik niet meer, daar ben ik klaar mee dus gelukkig. Maar ook mijn computer niet lekker meewerkte. Maar goed, zonder te veel bullshit, let's go. Map van een kijker. We gaan er weer tegenaan. Ik heb tot nu toe hele leuke maps gehad. En de volgende map, hopelijk deze ook. Want deze is van Meulendijks. En Meulendijks stuurt: hey Dylan, Rotjoch, dit is mijn map. Ik hoop dat je ervan geniet. Als je niet spant in een wit huisje, TP dan naar daar naartoe. Vriendelijke groet, Bart Meulendijks. Nou, Bart Meulendijks, ik hoop dat je map leuk is. We gaan lekker in-game. En let's fucking do this. Alright, er staat: wow, ik vlieg. Oké, kijk in deze chest. Alles van lezen, klik hier. Wacht, even hier. Oké, regels. We gaan even met regels doen. Speel peaceful, dat staat al aan. Speel op Adventure Mode. Oké, dat heb ik nog niet. Dit is Game Mode Adventure. Game Mode Adventure. Speel 3. Speel op Render Distance. 10. Oké, dan moet ik bij Video Settings volgens mij zijn. Render Distance is 10. Speel op Brightness 0%. Is het leukst? Oké, dat is ook nieuw. Dus wat is Brightness? Zo sta je, grote vriend. Oh, wacht. Waar staat het niet hier? Bij Video Settings. Brightness op. Hé, wat is brightness? Brightness. Daar. Op 0%. Oké, dat houdt dus in dat ik hier om zit, hè? Dat het een beetje donker is. Oké, prima. Regel 5, heb plezier. Hint, ik ben een minion. Je bent een minion. Oké, Bart. Kijk in deze chest. Alles verlezen, klik hier. Kijk in deze chest. Ik kijk in de chest. Boek 1, Cool King. 3, nee, we gaan ervoor. Lees dit pas in de gevangenis. Dit is de gevangenis, right? Hallo, oké, we beginnen hier. Hè, het is echt, het is oké, we gaan. Hallootjes, leuk dat je mijn map speelt. Dit is een adventure map. Het is mijn eerste map, dus verwacht niet te veel. Het is niet mijn, maar mijn. Maar dat geeft niet. Ik heb mijn best gedaan. Veel plezier met spelen, het is mijn, kom op. Map gemaakt door Bart Meulendijks. Verhaal. Regels ervoor gehad, verhaal nu. Oké, het verhaal gaat als volgt. Je bent een vader van 3 kids. Je was een crimineel en werd betrapt tijdens het overvallen. Nu zit je in de gevangenis. Je bent er helemaal klaar mee, dus dacht bij jezelf, ik moet hier weg. Je zit in de gevangenis, probeert te ontsnappen. Veel succes. Oké, leuk. Ik hou mijn verhaaltjes erin. Daar gaan we. Dus als ik in de gevangenis mag ik pas lezen. Daar gaan we. Hopse flots. Oké, ik zit in de gevangenis. Nu mag ik het, nu mag ik gaan lezen, staat er. Oké, lees in de gevangenis. Ben je zeker in de gevangenis? Ja. Goed, dat komt hier. Je bent in de gevangenis, ontsnappen. Daarvoor heb je een sleutel nodig. Het gerucht gaat dat Morris vroeger een sleutel had. Maar niemand weet of het waar is. Kijk rond en probeer de sleutel te vinden. Veel succes. PS, gooi de sleutel in het sappige wc-water. Oké, ze moeten naar Morris. Die had een sleutel. Maar die heeft het dus niet meer. Stone. Ik heb stone gekregen. Want die stone. Oké. Dus, dit ging ik dus het ding weghalen. Oké, dus ik kan hierin. Oh, dat is verlinkt aan die kist. Oké, mooi. Dus ik ga hier naartoe. Druk dan als je durft. Durf het. Aight, zie ik durf het, hoppakee. Naam Morris, dag van vrijheid, nooit. Oké, Morris zat hier dus. En hier, hij had een sleutel, zeiden ze. En die sleutel, kijk, daar heb ik hem al. Ik pak gewoon alles, invisibility, cobweb, bow, rotten flash, pittige schoentjes. Ik zit er ook een film toevallig van de squad, van de hoe heet die, van Harm en zo. Sharpness 5, pittige schoentjes en de sleutel is binnen. Potion of invisibility zet ik op de 3. Dat is wat ik gevonden heb. En dan moet je het sappige wc-water gooien. Maar de vraag is dus, in welk wc-water? Ik ga het doen in deze, ga ik even kijken eerst. Dit is een wc, denk ik. Oké, dat is dus niet. Ik moet toch naar mijn eigen kist, denk ik. Mijn eigen plekje. Nou, alleen, ja, die is open. Mooi. In het wc-water. Ik vind het nu al cool, jongens. Dit is echt leuk. Ik heb het... Juist! De wc-water gegooid. Awesome, hij werkt. Laat in dat ik eruit ben. Oké, ik ben nu eruit. Top. Wat gaat er hier gebeuren? Naam Henry, dag van vrijheid, nobody cares. Oké, ik kan zijn kist kijken. Een stone shovel. Ik pak het eruit. Want ik mag hierin kijken. Pak allemaal bones. Misschien voor bone meal of zo. Weet ik het. En cooked chicken. Sorry Henry. We laten je er niet ruin. Naam Viagra. Morgen komt die vrij. Oké, Viagra. Ik kan niet in jouw kist kijken. Of wel soms. Misschien niet. Misschien wel. Misschien. Nee, kan ik niet hier kijken. Naam Wilfred. Ooit een keer. Oké, mooi. Ik ben er dus uit een stukje. Naam Mr. Danger. Vraag vanuit nobody cares. Oké, sorry hoor. Mr. Danger. Oké, mooi. Ik heb de schap gevonden. Volgens mij was het een beetje een clue al die ik had moeten doen.
We gaan gewoon kijken in die kisten voor de zekerheid. Die is leeg. Ja, ik heb genoeg eten, dus ik lekker sprinten, joh. Fuck it. Hupsakee. Oké. Nou, Bart, we gaan even door met zoeken. Oké. Het is hier leeg. Hoe de fuck moet ik hieruit? Oh! What the fuck? Ik druk alleen op dit. En ze vallen eraf. Alright. Misschien omdat ik dan hier dus die levers moest pakken en hier opzetten ofzo? Dat is adventure, daar kan ik niks plaatsen. Oké, dus nu zit ik hier vast. Alright. Dat is, oh kijk, dat is een kist die ik nog niet eens gekeken heb. Boek 2. Oké, dan gaan we, boek 2. Sorry Bart, ik was even een beetje, ik zag het even niet. Goed zo, je bent eruit. Ga nu op zoek naar een schep, heb ik. En geef droppen. De schep. En geef de schep aan Wilfred. Hij zal een gat voor je graven. Veel succes. Oh, wat vet. Oké, ik heb die gevonden. Dan moet ik naar Wilfred. Wilfred was hier. Die gaat een graf voor me schoppen. Gaat voor me maken. Hier. Maak een gat voor me. Oh, wat gaaf dit. Dit is vet gedaan. Dit is vet gebart. Dit ziet er echt heel gaaf uit. Wilfred gaat een schep voor me. Gaat een gat voor me graven. Dankjewel, Wilfred. Oh man, dit is een cool Bart. Ik vind het echt gaaf. Die verhaaltjes. Mwah, picobello. Ik hou van die verhaaltjes. Ik vind het echt leuk. We gaan door. Alright. We zijn eruit. We gaan hem openen. Mooi. Die is leeg. Boek 3 en een chest. Oké, dus ik ga boek 1 en boek 2. Hint heb ik al. Die moet ik nog hebben. Boek 3 mag daar. Die mag dit even allemaal daarheen. Niet zo bijzonder meer. Borstplaat voor hotte mensen. Ik ben een hot man. Oké, we gaan door. Kun jij het zadel niet vinden? Kijk dan op de volgende pagina. Oké, ik ga dat eerst het zadel zoeken. Waar is het? Weet je, ga nu op zoek naar een zadel voor een paard. Zonder paard kom je hier niet weg. Kijk rond en probeer een zadel te vinden. Veel succes. Ik moet een zadel zien te vinden, jongens. Oké. Jongen, waar de fuck zal hier de zadel zijn dan? Nee! Deze kist is leeg. Waar de fuck zal ik hier een zadel kunnen vinden? Misschien buiten? Oké, ik moet hier een zadel zien te vinden en een paard proberen te jatten. Dat is het toch? Ja. Oké, ik ga gewoon een zadel zoeken. Oh, wat gaaf, man. Dat vind ik echt cool. Ik vind het echt cool gemaakt tot nu toe al. Oké. Hier is allemaal leeg. Ik zoek een zadeltje, jongens. Oké, mooi. Hier is geen zadel, dus we moeten naar de volgende. Deurtje open. Hoppakee. Boek 4. Oh. Ik ga hem gewoon pakken voor de zekerheid. Weet maar nooit. En het zadel. Kijk eens aan. Ik heb het boek en het zadel. Oké, wat staat er in het boek? Oké, goed zo. Je hebt een zadel. Ga nu naar de paardenstal en tem een mooi snel paardje. Ga dan met het paard naar de kuil in de grond bij het hek. Oké, dus dan ga ik met het paard naar de kuil, de grond met een hek. Nou goed, ik moet een paard zoeken. Ik denk dat ik een paard moet zoeken. Een lekker snel paardje. Hallo, hoe kan ik ook weer temmen? Auw, gewoon op je zitten toch? Auw! Hup, auw, ik durp in de muur. Oké, ik heb hem getemd, Oké, doe je dat ook weer? Zo, dan geef ik hem een zadeltje. En dan ben je nu van mij, schattebout. Hè? Ja toch? Oké, is er geen hek? Durp, ik wil naar buiten. Auw! Oh, hier kan je naar buiten gewoon. Kom op! Laat me naar buiten! Is er geen hekje of zo dat ik open kan maken? Ja, daar, hier. Hupsakee, ik ben buiten. Mooi, ik ben buiten. Het ziet er lekker uit. En dan ga ik nu naar het gat in het hek. Oké, dat is het gat in het hek, denk ik. Gevonden. Kuil bij het hek. Oké, de kuil bij het hek. En dan moet ik mijn paard uit. Oké, wacht. Zet spawnpoint. Spring met je paard naar de overkant. Oké, ik doe voor de zekerheid set spawnpoint of zo. Mijn paard wil niet springen. Hier, mijn paard. Paard. Nee, mijn paard is dood. Maar ja, oh, hij moet toch hier blijven. Game mode nil. Oké, laat je paard hier achter. Nou goed, maar niet uit. Ik heb het overleefd omdat mijn paard dood ging. Lead en boek 5. Nou, met die lead kan je eigenlijk je paard vastzetten. Maar ja, die heb ik niet meer nodig. Boek 5. Kies het snelste pad. That's it. We gaan naar pagina 5. Volgens mij is het iets van... Ah, troll. Laat maar kijken. Ik gok dat hij gaat zeggen troll. Hoi. Ik wist het, klootzak. Dan kies je snelste pad. Kies je pad. Ze komen bij hetzelfde uit. Druk op de knop van minecart. Oké. Let's go. Woehoe! Daar gaan we, jongens. We kiezen het snelste pad. Nou, ik kies gewoon dit pad. Ik kan ook ijs doen, maar moet je elke hekje openmaken. Dus bij deze doe ik het lekker niet. Ik kies lekker de luiheid. Ik ga lekker met de minecart. Waar ik lekker geniet van een kopje thee. Doe, Bart. Echt vet. Echt heel erg vet. Serieus.
En we gaan op het einde aankomen. En pof. Eruit. Mooi. Weer een boekje. Oké, we gaan dit even wegleggen erin. En die eruit. Oké, wat is dit? Cloudhoppers. Cloud is met een OU. Dat gaat voor wolk. Maar maakt niet uit. Boekje 6. Welke weg had je gekozen? Rechts. Voor als je het wilt weten, ijsbaan was het snelst. Maar genoeg. Oké, dat kan wel. Maar genoeg erover. Je bent nu bij de Jump Tower. Parcours je weg omhoog. Veel succes. Niet al te moeilijk. Geen crea nodig. Begin hier. Ik denk dat ik hier moet. Wow! Dat is pretty cool. Oké. Dus. Ik denk. Oké, ik denk dat ik gewoon dit moet doen. Nou, kom op. Hop! Nee, ik haal het dus niet. Auw, kom op. Waarom haal ik het niet? Kom op! Kijk, normaal wil je er overheen springen, weet je wel. Top. Nou, kom op. Dat haal je dus niet. Oh jawel, wacht. Ik moet die komen. Kom op. 1, 2. Oké. Het ding is. Oh ja, oké, je moet gewoon sprinten. En je moet in één keer. Hij gaat te vroeg. Fuck! Kom op! Kom op nou! Ik moet. Ja! Hehe, hebben ze. Rechtdoor, dankjewel. Dat is dus daarheen. Huppa, daar gaan we. Ga eruit. Spring snel door is haalbaar, oké. Oké. Ik sprong dus niet snel genoeg door. Hup. Oké. Dit vind ik het meest irritant, hè. Oké, kom op. Noob. Deel je met een noob. Nou, ik ga lekker wel in game mode. Want ik, op een of andere manier ben ik hier te noob voor. Dit lukt me niet een stukje. Nou goed, ga ik van 4 wel weer gewoon spelen dan. Lekker in game mode 1, het spijt me. Je zei niet boor. Ik heb het gehaald. Hoppa. Om het hoekje. Oké, om het hoekje. Een ladder jump. En nog een ladder jump. Met ladder jumps heb ik nooit zo heel erg veel moeite, meestal. Want dit is best wel easy. Checkpoint. Oké, checkpoint gehaald. Mooi. Huppa. Huppa. Hierheen. Oké, daarheen. Gehaald. Ja. Hupsa. Hupsa. En hupsa. En ik ben er. Goed zo. Spawnpoint, spawnpoint. Wil je onthouden wat ik was? Spring op het goede hoofd. Hoofd met een D naar de overkant. Maar het maakt niet uit. Veel succes. Ik weet wat je was. Je was een minion. Dus dit is dus een creeper. Daar gaat het dus. Ik was een minion. Oh, wat leuk. Oké, pof. Lekker iets persoonlijks. Wow. Iets persoonlijks. Leuk. Goed gedaan. Goed. Super gedaan. Dankjewel. Fout was dat geweest. Quiz time. Oké, we krijgen dus quizzes. Hoe wordt de 1.9 update ook wel genoemd? Kut. Combat update, dat weet ik. Want er komt namelijk veel met PvP in. Goed, ik wist het. Oké. Wat gaan ze 2.0, 1.10 misschien toevoegen aan Minecraft? Oh dude, ik weet helemaal niks. Een haai. Een haai denk ik. Ik weet helemaal niks van Minecraft. Ik ben echt een Minecraft noob, dat weten jullie toch ondertussen, hè? Hij was goed? Was hij goed? Hij was goed denk ik. Oké. Als ik je een ABCDE vraag stel, hoeveel kans heb je om het goed te hebben? 1, 2, 3, 4, 5. 20%. Nee, helemaal niet. Wat? Dan is het 25%. Wat? 50%? Als ik een ABCDE vraag heb, wat staat er nou weer op? Huh? Wow! What the fuck? Niet moeilijk. Alleen veel moeite. Oké. Gek. Oh, fuck. Ik zie het al. Het is een onzichtbaar doolhof. Ik hou van doolhoven. Ik vind een doolhof altijd zo leuk in map van een kijker. Ik vind dat zo leuk. Het is niet zo moeilijk. Ik zie geen flikka. Maar het is niet zo moeilijk. Oké. Aha. Ja, het gaat goed. Het gaat lekker. Hij gaat hard. Hij gaat lekker. Oké, jongens. Ik ben er bijna. Oké. Nu. Oh, kut. Ik dacht ik er vanaf heen. Ja. 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 Achteruit. Vooruit. Yeah, hebben ze. Klik. Oké. Okay. Oh, wow. Moet ik spawnen in één keer echt naartoe. Oké. Okay. Nog een boek. Ik ben heel ver. Dan gaan we. Je bent er bijna. Nog alleen een stukje vliegen. Ga in het vliegtuig. Druk op de button om te starten. Oh. Oh, dit is cool. Dit lijkt me heel cool.
Game Mode 2, Adventure dus weer. Gaan we. Doe. Ik ben gestart. Hey, weggevlogen. Opzij. Bedankt voor het spelen van mijn map. Ik heb er hard aan gewerkt, dus ik hoop dat je genoten hebt van mijn map. Dit was mijn eerste map. Ik ben van plan om nog eentje te maken. Maar het liefst zou ik graag je mening willen weten over deze map voordat ik een nieuwe maak. Mapmaker CoolKing344, a.k.a. Bart Meulendijks. Nou, Bart Meulendijks, zoals ik zei, ik vind dit echt oprecht een hele vette map. Ik heb hier echt van genoten. Elke seconde, elke vraag, elke quiz. Alles was leuk in deze map. Zeker weten. Ook deze geef ik sowieso een 8,5. Want dit was echt super awesome, Bart Meulendijks. Dankjewel voor het opsturen van je map. Ik vond hem geweldig. Super gedaan. Op naar de volgende map. Of eigenlijk helemaal niet op zich naar de volgende map. Want deze, ik zie nu pas deze map al een kwartier geduurd heeft. 16 minuten. En anders krijg je een hele lange, langdradige video waar we allemaal geen zin in hebben. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik vond het hartstikke awesome. Bart Meulendijks, bedankt voor het opsturen van deze map. Wil jij ook een map sturen? Dan kan dat natuurlijk naar de map, naar de e-mail. @rotjochmap@hotmail.com. Het is niet zo heel erg moeilijk. In mijn 2015 video staat ook een link in de beschrijving. Moet je even kijken naar mijn 2015 video. Hoe je dat moet sturen naar mij. Want het is hartstikke makkelijk. Gewoon een e-mail met jouw map naar rotjochmap@hotmail.com. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik vond het super awesome. Geweldig gedaan. Ik wil je bedanken voor het kijken. Later maar eens ziens. En natuurlijk, peace.